Hey, ik ben Jeno en jullie hebben misschien wel gezien in de vorige video. Jolien heeft een zeemerminnenstaart gekocht voor mij op zeemerminnenfeest.nl. En daarmee ga ik nu voor de allereerste keer in het water. Ik ben wel een beetje zenuwachtig daarvoor. Het is toch, je hangt toch vast met je voeten. Je hebt echt een staart aan. Dus ja, het gaat nu vooral benenwerk worden, denk ik dan, hè. Zo, ik zit nu helemaal onder water. Dat is wel bijzonder, hoor. Dus, hoor. Ik zit echt zo vast, ik ben helemaal mijn controle kwijt. Ik kan ook niet staan, hè. Ja. Oké, nu sta ik eigenlijk wel, dat mag eigenlijk niet. Nee, nu moet je gaan zwemmen. Maar hoe zwemt je dan? Zo toch? Maar ga je dan ook onder water mee? Dat kan. Niet verdrinken, hè? Ik mag eigenlijk mijn armen ook gebruiken. Ja, je gebruikt ook je armen. Zoiets. Het is toch een volledige andere manier van zwemmen, hoor, dat je jezelf moet aanleren. Eigenlijk zou ik onder water moeten gaan, en dan weer boven water, en dan weer onder water, en dan weer boven water. Maar ik weet niet of dat je echt wel durft. Het is toch anders dan dat je je been helemaal los hebt en dat je daarmee kan zwemmen. Je hangt echt aan elkaar vast en... Dus wel, je moet het toch wel eventjes onder de knie krijgen. Ik vind dat begint, wel... Het begint beter te doen. Ja, ik vind het wel al beter gaat en ik vind het ook een hele mooie staart is bij jou, hoor. Dankjewel. Spats. En vind je het leuk? Ik vind het wel bijzonder. Het is echt een nieuwe ervaring voor mij. Ja. Je hangt ook helemaal vast met je benen. Dus het is echt moeilijk om op deze manier te zwemmen. Maar het lukt precies wel een beetje. Ik ben intussen net ontstaard. Ik heb terug mijn benen gekregen. En de buurvrouw Annemie, waar we hier aan het zwemmen zijn, heeft nu eventjes mijn staart aangetrokken. Kijk. Gaat goed, hè? Ja, gaat zwemmen. En ze doet het eigenlijk veel beter dan mij. Volgens mij is dat echt gewoon een vrouwelijke beweging als ze zwemmen met een staart. Ja. Ja. Het is zo keiplezant. Ja, keiplezant, ja. Ben ik dan. Ik ben een zeemerminnetje, echt zo leuk. En hier ligt mijn staart, te drogen.
Zo voor de eerste keer was dat toch wel heel erg bijzonder, maar het is wel een aanrader, echt. Het is een heel speciaal gevoel. Je zit zo'n beetje gevangen eigenlijk, hè, in je staart. En na een tijdje wordt het echt een stuk van je lichaam eigenlijk. Dus dan voelt het echt alsof je gewoon een staart hebt. Dan is het heel erg vreemd om die staart plotseling uit te doen en dan te gaan beginnen rondlopen, want dan heb je terug benen gekregen. Het is heel erg bijzonder eigenlijk. Maar wel tof. Bedankt om te kijken naar deze video. Als je hem leuk vond, doe zeker de duimpjes omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren mocht je dat nog niet gedaan hebben. En heel graag tot morgen. Dag! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.